Weet u wat het ondernemers kost om te voldoen aan de eisen van het klimaatakkoord? Dat is wel belangrijk, want het gaat om erg veel geld. Dit betekent voor bepaalde sectoren dat er fors moet worden geïnvesteerd, bijvoorbeeld in het bedrijfspand. Dit blijkt uit het rapport wat onlangs is opgesteld door het ministerie van Economische Zaken. Hierin staat duidelijk vermeld wat de gevolgen zijn van de verplichte regels die voortvloeien uit het klimaatakkoord. Maar het gaat om veel meer dan investeringen in het bedrijfspand. Denk bijvoorbeeld aan mobiliteit. In bepaalde binnensteden geldt vanaf 2025 een emissievrije zone. Dat betekent dat je moet investeren in bijvoorbeeld elektrische bestelbussen. Hierdoor moet de ondernemer nu al nadenken over zijn investeringsbeslissingen. Wat is de terugverdientijd? Wat levert het op? En hoe kun je het financieren? Wij kunnen dat in kaart brengen, berekenen wat de CO2-reductie is en vervolgens kijken naar de financieringsmogelijkheden. Maar dan moet u wel als adviseur zich verdiepen in de effecten van het klimaatakkoord. Welke risico's zijn er, maar ook welke kansen worden er geboden? Want kansen zijn er ook. Denk daarbij aan de groeimarkt voor installatiebedrijven, voor LED-producenten en bijvoorbeeld voor bedrijven die zich bezighouden met recycling. We hebben daarom het dossier Duurzaam Ondernemen gelanceerd. In dit dossier vindt u heel veel informatie voor uzelf, maar vooral ook om uw klant te ondersteunen bij de energietransitie. Ik zou zeggen, doe er uw voordeel mee.